Welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Raad eens waar ik ben. Oh! Nou, kijk even, raad het aan. Nu weten ze het. Ik ben bij Nice Family. En we hebben vanavond thuis marathon. We moeten nog 2 afleveringen kijken. En dan is de finale van thuis. De seizoensfinale. Kei spannend. We zijn alle 3 echte thuiskijkers. En Sam kan er niet bij zijn, want die moest weg. Ja, Sam kijkt toch ook niet naar thuis, dus eigenlijk is dat niet zo erg. Nick is ondertussen kebab en bami gaan halen, want Celine had geen zin in kebab. Ik heb trouwens nog nergens echt zo'n vlog gezegd van dat Celine zwanger is. Maar ik veronderstel dat jullie dat allemaal sowieso wel weten van hun kanaal. Dus, maar als jullie mijn reactie willen zien toen ze het vertelde en zo, kunnen jullie allemaal bij hun zien. En, daar is Nick. Ik dacht dat Celine was. Lap. En ik heb een durum kebab durum, denk ik, genomen. Dat gaat lekker zijn. Ik zei net in mijn vlog dat ik eigenlijk nog niet echt zo in mijn vlog heb gezegd dat je zwanger bent. Nee. Tadaa! Dus bij deze. Maar ja, ik zei ook, ik veronderstel wel dat iedereen dat weet, ja, omdat ze naar je vlogs kijken. Mm-hmm. Maar dus bij deze, voor wie het niet wist, we krijgen een baby! En zijn we klaar voor de thuisfinale? Ja, ik wil het daar nog wel even. Ja, maar we hebben eerst nog 2 gewone afleveringen. Dus we kunnen nog wel even. Dus ja. Ik wil je opwarmen. Ja, oké. En we gaan eten. Sheldon wil niet komen. Milky, wat ga je komen? Ah, jij wel. Bij Sammy, die de thuisfinale heeft gemist. We hebben nog X on the Beach gekeken. Jersey Shore Family Vacation. Nu is het al 11:30. En we gaan slapen. We zijn echt al lang niet meer zo laat wakker geweest. Ah jawel, toen we Anaïs naar Antwerpen. Nee, ik voel het wel. Echt moe. Ja, gelukkig kunt u morgen uitslapen. Ja, dat weet ik niet. Morgen vroeg naar de garage terug. Ah ja, met zijn auto gaan halen. Yep. Oké. Okay. Maar ik ga morgen nog verder vloggen, want deze vlog was niet zo lang. Dus slaap wel iedereen. En tot morgen. Hallo kus. Ik heb vandaag niks gevlogd. Het is 7:45. Ja, 7:45. Sam is weg. Ik ben net terug van mijn ouders. Ik heb trouwens geen schmink op mijn gezicht. Ik heb een pukkel. Of zoiets toch. En hier ook en hier. Maar, kijk wat ik vandaag heb aangekregen. Glam Glow, My Little Pony masker. Oh, ik ben super benieuwd. Ik kan niet wachten om dat te testen. Ik ga dat zelfs doen als ik uit de douche kom, maar ik moet me eerst douchen. Mijn haar is keiwettig. Maar ik ga wel alles open doen. En eens kijken wat erin zit. Hello sexy. Oh, kijk tof. Oh. Kijk, mooi. Oh, ik was vroeger echt zot fan van My Little Pony. Dus dat vind ik wel super schattig. En volgens mij zitten er stickers in. Is dat? Oh, ik krijg dat moeilijker uit met 1 hand. Oh. Ja, oh, en wat is dat? Oh, dat is om het maskertje aan te brengen. Oh, hoe tof is dat? Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Oh, stickers van My Little Pony. Stickers van My Little Pony. Zijn jullie jaloers? Zijn jullie jaloers? Ah, dat dacht ik al. Wil je ook graag een maskertje? Hè? Nee? Iemand? Ah, toch. Oh, jullie zijn zo schattig.
Ik heb niks, schatjes. Jullie hebben al snoepjes gehad, hè? Juist, stickers. Daar ben ik kei blij mee. Ik ben echt heel benieuwd naar het maskertje, maar dat ga ik zelfs doen. Ik ben uit de douche. Ik heb mijn gezicht gewassen en gereinigd met mijn facial spa. En ik zag onder een video laatst dat er heel veel van jullie vroegen wat ik in mijn haren spuit voor heat protectant. En deze is van Schwarzkopf. Het is Biology. Wat staat erop? Deep Sea Extract Heat Protectant Spray Anti-Frizzy Hair. Dus deze gebruik ik. Er zit niet meer zo heel veel in, maar je kunt dat niet zien. Maar dat gebruik ik altijd in mijn haren voordat ik ze ga stylen of ga blazen. En ik doe dat echt elke keer. Doe ik dat opnieuw erin. Oké, ik ga mijn maskertje aanbrengen. Kijk hoe chic dit eruit ziet. My god. Cool is dit. Het is echt My Little Pony. Oh, dat lijkt echt zo op glitterslijm of zo. Oh my god. Oh my god. Dit is echt geweldig. Oké, dit is echt het beste face mask wat ik ooit heb gezien. Echt 12 op 10 voor hoe het eruit ziet. Oh my god. Ik denk dat het wel goed is. Oh my god. Dit is echt wauw. Ik ga het jullie hier laten zien. Oh my god. Kom aan, dit is toch niet normaal, hè? Hoe cool is dit? Wow. Kijk, al die glitter. Oké, het mag er 30 tot 40 minuten op blijven. Mijn maskertje is eraf, zoals jullie kunnen zien. Was wel echt super tof om te doen. Ik heb wel nog een paar glitters op mijn hoofd hangen. Maar het valt wel mee. Ik dacht dat er veel meer gingen zijn. Ik ben nu YouTube aan het kijken. Maar ik denk dat ik ga slapen. Het is 10:50. Maar ik ben wel moe. En morgen is wel weer een drukke dag. Maar oké, ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vond jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie morgen.